Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. In samenwerking met Sportnieuws.nl gaan we spreken met alle nieuwe tourkaartwinnaars op Q-School. En vandaag spreken we met de man die ooit de Dutch Open won en twee keer al in de halve finale stond van het Lakeside WK. Het is Richard Veenstra. Ja, Richard, gefeliciteerd met je tourkaart. Ja, dankjewel. Het is voor jou de allereerste keer dat je je tourkaart wint. Je loopt al een tijdje mee. Wanneer was voor jou het moment dat je wist, ik pak hem. Je hebt hem via de ranking gepakt namelijk. Dus op een gegeven moment ga je natuurlijk zelf een beetje rekenen en kijken van... Wanneer wist jij dat je hem echt had gepakt? Nou ja, ik wist het pas echt natuurlijk net de laatste dag voor de wedstrijd tegen Max Hopp. Toen was het echt zeker. Ja, je staat de laatste dag sta je er best goed voor. En ja, je moet nog een paar, één of twee puntjes halen. Nou ja, dan had ik direct een bye. Dus dat scheelt alweer een wedstrijd. Maar Ja. ja. En op het moment dat je weet dat je hem al binnen hebt, maar eigenlijk moet je ook nog een wedstrijdje spelen. Is dat een beetje een raar gevoel? Ja. Ja, dat is wel een raar gevoel, maar ook wel relaxed voor je ineens. Ja, De wat spanning deed was je? er ineens vanaf. Ja, dat zag ik ook wel in die wedstrijd tegen, want ik moest tegen Max Hopp daarna. En, ja, ik stond 5-0 voor en 112 gemiddeld of zo te gooien. Dus toen verpruts ik er nog twee legs, maar ja, daarna ging het op zich tot de finale. De finale was ook nog wel redelijk, maar ja, het ging al nergens meer om. Nee, precies. Heel veel dartfans die volgen dan Q-School op de website dartsrankings.com. Misschien jij ook wel. Dan zie je je naam zo donkergroen kleuren als je hem echt hebt gepakt. Ja. Heb je nog een beetje met bepaalde darters op Q-School daar zacht kunnen vieren dat je een tourcard hebt pakte? Of heb je snel je familie geappt dat je van yes, ik heb hem gepakt? Ja, ik was samen met Chris de hele week, Chris Landman. Die had een beetje pech met zijn loting, maar ja, heel veel waren al weg toen. En iedereen gaat vaak weg, dus ja, toen ik echt zeker was, thuisfront geappt. En, ja, die kijken ook precies wat jij zegt, dartrankings. En als gauw die in het donkergroen komt, dan is het goed. En ja, dan sta je op plek 4, 5. En ja, dan zie je de rest boven je in donkergroen staan en die van jou nog niet. En toen dacht ik al, er kunnen er vast niet heel veel meer voorbij. Dus Nee, nee, nee. Uiteindelijk was het zover. Zeker. Dit interviewtje is ook een beetje om jou te leren kennen. Je komt uit een dorpje uit Overijssel. Ossenzijl, als ik het goed zeg. Amper 600 ja. inwoners. Ben je daar een bekendheid als je daar naar de buurt super loopt? Nou ja, de boodschappen halen we niet bij de buurt, dat is tegenwoordig bij de Jumbo. Oké. Maar ja, zo'n klein dorp kent iedereen elkaar, dus ja, dat is altijd leuk. En iedereen leeft enorm altijd met me mee, dus ja, toen ik thuis kwam, stond er nog wel familie klaar en even een borreltje doen en ja, dat was leuk. Leuk. Volgens je Facebookpagina werk je bij een bedrijf dat luxe jachten maakt. Ja. Wat is jouw rol daarin? Wat voor werk doe je precies? Ik doe de inkoop. Wij bouwen schepen voor Steele Yachts in Steenwijk. En, ja, dat is van echt luxe tot 15 tot 25 meter. En, ja, ik doe daar de hele inkoop. En heb je al Ja. een streng gesprek met je baas gehad over het feit dat je iedere keer naar Engeland moet vliegen of rijden? Ja, en dan zie je, ik moet natuurlijk, ook als ik het niet had gehaald, had ik ook best veel de tusseninlopers zwerven. Van, ja, dan had ik waarschijnlijk had ik Challenge Tour gespeeld. Dan had ik waarschijnlijk 1 of 2 weken nog Modus gespeeld. Dat is dan een hele week. Ja, en dan, ja, er komen zoveel leuke dingen dan ook nog wel te pas. Maar ja, wat je wil is natuurlijk die tourkaart. En qua aantal dagen zat ik nog te rekenen wat ik eventueel anders kwijt zou zijn of nu met de PDC. Maar op zich, het is iets meer, maar dat valt op zich wel mee. Oké, dus je Zie, was dan, al. maar dan ga ik ook qualifier spelen voor
voor de Eurotours. Dus dat, ja, dat zijn ook alweer 6 dagen, denk ik. En modus 2 keer een week is 10 dagen. Dus ja, dan gaat het ook al vrij snel. Duidelijk. Je bent ook een echte familieman. Je hebt 2 zoons ook. Hoe kijken zij naar dat hun vader eindelijk die tourkaart pakte? En toch een soort kleine droom is uitgekomen voor jou ook. Ja, zeker. Nou, het was voor mij de 3e keer, want vorig jaar mocht ik niet. Dus het was de 3e keer dat ik meedeed. De 1e keer, ja dat was eigenlijk wel een beetje wennen. Het 2e jaar had ik echt enorm pech met mijn loting en zat echt niet heel veel mee. Nou, ja, vorig jaar ben ik niet gegaan en ja, nu dit jaar, ja. En als het dan een beetje goed valt, je hebt een mooie loting en ja, je speelt ook nog redelijk goed. Dubbels vielen aardig goed. Volgens mij 42% of zo over het hele toernooi. Dus ja, nou ja, dan komt het tezamen en dan gaat het een jaartje goed. Ja, nou ja, op zich wat ik al eerder zei in mijn intro, je hebt al aardig een aantal keer op het podium gespeeld, ook bij de BDO-tijd. Je hebt op het laatste BDO-WK gespeeld, wat trouwens niet in Lakeside was. Vind je dat leuk om op het podium te spelen? Je komt over als een rustige man. Ben je een beetje een podiumbeest, stiekem van binnen? Ja, ik speel net zo lief hoor, op podium dan op de vloer. Ja, ik vind het wel fijn. En als je natuurlijk op het podium mag spelen, dan word je ook aangekondigd met je bijnaam, Flyers. Waar komt die bijnaam vandaan? Ja, er was hier altijd hier vlakbij, ik woon vlakbij Heerenveen. Dat is net over de grens naar Friesland. Dan daar zat altijd ijshockeyteam Veenstra Flyers. Aha. Dus overal waar ik aan meedeed of een quiz of een moest een ploegje samenstellen ergens voor, dan heet het altijd de Veenstra Flyers. Dus ja, zo is het een beetje gekomen. Ja, en op een gegeven moment dan heb je die naam en dan kom je er eigenlijk ook niet meer vanaf. Als darter. Nee, ja, op zich, het is prima. En mijn opkomstmuziek, dat had mijn vrouw gezocht op YouTube, op Flyers iets. Nou, daar kwam ook wel grappig iets uit. Dus nou ja, lekker zo houden. Ja, ik had inderdaad als vraag opgeschreven. Dirk van Duivenbode kwam met een soort hardcore liedje natuurlijk op. Jermaine Wathimena laatst ook op het WK. Dus mijn vraag was eigenlijk, zien we Richard Veenstra ook met een hardcore muziekje oplopen? Maar dat blijkt niet zo te zijn. Nee, helaas. Helaas. Begin dit jaar gooide je bijna een nine dart op Lakeside. Word je daar nog wel eens wakker van? Nee, daar word ik het niet wakker van. Maar ik vond het wel heel jammer. Na 30 jaar of zo, ik geloof 30 jaar geleden, Paul Lim voor de 1e keer een 9 dart. Er zijn wel een paar tussentijds geweest die hem op dubbel 12 gemist hebben. Maar ja, ik vond het wel heel jammer. Het zou wel heel uniek zijn om ja, een 9 dart te gooien. Zeker. De aankomende 2 jaar mag je spelen op de PDC Pro Tour. Dus dat zijn de Players Championship toernooien, de Eurotour qualifiers. Ja, wat is je doel? Is je ultieme doel gewoon je debuut maken op het PDC-WK? Of heb je tussendoor al wat kleine doeletjes gesteld? Nee, ja, dat is voor iedereen het doel, denk ik, om het WK te halen op Pelly. Dus ja, daar wil je dan uiteindelijk altijd naartoe. En ja, ik moet gewoon komende 2 jaar lekker spelen en zorgen dat ik bij de beste 64 zit dan. En nou ja, dan gaan we wel zien hoe verder, joh. Maak me niet zo druk. En ik krijg hier van Stiliaards alle vrijheid. En thuis werken ze enorm super mee. Dus ga gewoon lekker spelen en goed mijn best doen. Klinkt helemaal super. Binnenkort ga je naar Engeland en dan kom je in die lege, of, hè, die zalen terecht van de Players Championships. Heb je al een beetje contact met andere tourkaarthouders? Misschien om samen te reizen of juist een hotelkamer te delen of iets dergelijks? Ja, ik ken best veel jongens en er komen ook altijd nog wel van de video jongens tegen. Hè, zoals Scott Mitchell, Jim Williams, Martijn Kleermaker. En, ja, daar heb je regelmatig contact mee. En ach, je weet wel een beetje hoe het gaat. Ik heb ook al een paar keer Pro Tour meegespeeld vorig jaar. Ja. Dus ja. Oké. Dan wens ik je de aankomende 2 jaar veel succes. We hopen natuurlijk dat we je op het PDC-WK in Ely Pally gaan zien. Maar ook vooral veel plezier de aankomende 2 jaar. Ja, moet goed komen. Dankjewel.